De eerste keer als je met iemand spreekt, je woont in Noord. Woon je in Noord, Noordzijd. In Tilburg Noord. Dat is wel dit of zo wel dat. Ik woon eigenlijk al mijn hele leven in Tilburg-Noord. Als klein kind al, in de Bellinistraat begonnen. Tot mijn 17e in Rossinistraat gewoond. Toen even op kamers en dan ben ik weer terug. Als ik denk aan Tilburg-Noord, vanuit mijn jeugd, dan denk ik voornamelijk aan het Verdiplein. Omdat ik daar natuurlijk heel mijn leven heb gewoond, tot mijn 17e. En ja, daar als het ware ben opgegroeid. Ik ken heel de buurt daar. De mensen die daar toen de tijd wonen en de Texaco die er zat, de rotonde met de bloemen. Gewoon heel het Verdiplein eigenlijk en de omgeving, speeltuin bij het Kapelmeesterlaan. Ja, dat is echt mijn buurt. Ik was een boodschappenmeisje, dus ik moest altijd boodschappen doen voor mijn moeder. En deed ik voornamelijk op zaterdag en door de week zo. Ik heb natuurlijk een gezin met veel kinderen, dus kreeg ik een lijstje mee. En ik denk dat ik wel een paar keer per week richting Verdiplein moest om daar boodschappen te doen. En zo leer je ook alle winkels kennen, de buurt kennen. Als je regelmatig boodschappen doet, elke week kom je ook heel vaak dezelfde mensen tegen. In mijn kindertijd zat er bijvoorbeeld een bakker, een slager, een postkantoor, een snackbar. Je had de Schlekker, je had de supermarkt, je had de kapperzaak. Het was echt een heel gezellig pleintje met in principe als je boodschappen moest doen of je moest naar de kapper of je moest naar de bakker, dan had je alles op dat pleintje, je was klaar. En dat heb ik nou niet. En ook de omgeving zelf met de mensen die er komen. Je ziet vaak groepjes staan nu en jongeren, een beetje zo'n hangere jongerenbuurt. En het is ook gezellig, maar toch anders. Voor mij persoonlijk vind ik dat minder vertrouwd. En neemt toch een stukje weg van de herinnering die je als kind hebt van het Verdiplein. Ja. Ik ga het aan, ik zijn een melkje. Ik woon sinds 2013 hier in Tilburg-Noord. In eerste instantie met mijn kinderen. Later is mijn vrouw erbij komen wonen. En ja, momenteel werk ik even niet, maar normaal werk ik wel. En ja, we wonen nu nog met z'n drieën hier. Ik heb niet voor Tilburg-Noord zelf gekozen, maar ik had eigenlijk geen keus. Ik kwam uit een scheiding en ik had geen andere optie dan deze woning. En ik wilde eigenlijk niet doodgevonden worden, maar ja, toch maar aangegaan. Ik had heel veel verhalen gehoord dat het allemaal zo slecht en crimineel en drugs. En, nou ja, daar wou ik eigenlijk niet met mijn kinderen tussen gaan wonen, zeg maar. En uiteindelijk valt het allemaal reuze mee. Kijk, er gebeurt hier ook wel eens wat, maar er gebeurt in andere delen van Tilburg ook wel eens wat. Dus dat maakt niet zo heel veel verschil. Maar hier zijn ze heel behulpzaam en er woont hier van allerlei mensen, van allerlei landen. En iedereen respecteert elkaar gewoon hier. En ja, als je gewoon hulp nodig hebt, dan zijn ze er. En ja, ik zelf zou ze ook gaan helpen als er iets is. Eigenlijk wil ik hier nu dus niet meer weg. Ik kan, daar kun je gelijk, zie je die zwarte daar? Die komt voor de raam zitten, want we hebben toen we vroeger nog een kat hadden, gaven we die brokjes, maar die hadden we over. En toen ben ik die buiten gaan strooien en dan komt er een hele reeks van vogels komen. Die komen zo naar buiten. Ik woon nu ruim 40 jaar in Tilburg-Noord. We hebben eerst in het Stokhasselt gewoond, in de Humperdinckstraat. En nu dus in dit gedeelte, en dat is Quirijnstok. Ik ben nu ongeveer 10 jaar gepensioneerd en ja, ik doe vrij veel vrijwilligerswerk in Tilburg. Met name georiënteerd vanuit de Stokhasselt. Mijn home, zal ik zeggen, is daar een beetje wijkcentrum De Eipelaar. En van daaruit
doe ik allerlei activiteiten. Ik woonde eerst in het centrum, dat werd afgebroken en nou, via de woningbouwvereniging kwam ik in de Humperdinckstraat. Dat was op zich prima, er was een drive-in woning, veel ruimte en zo. Eind jaren 60 is eigenlijk Noord een beetje tot ontwikkeling gekomen. Hè? Want eerst was, je had hier de Heikant, de Schans, het Wit Paardje. En dat was het eigenlijk, hè? Een paar woningen hier daarnaast het kanaal. Maar verder was het bijna allemaal landbouwgrond. Maar op een gegeven moment, de ontwikkeling ging steeds verder. En wij zaten aan een doorgaande weg. En er was nogal verkeerslawaai. Dus toen zijn we aan het zoeken naar een andere woning. En toen... toen wilden we ook een koopwoning hebben. Op een gegeven moment zijn we hier terechtgekomen. Ik vind Tilburg, zeker Tilburg-Noord, een plezierige wijk om te wonen. Om te wonen in Tilburg-Noord vind ik zelf wel heel fijn en vertrouwd. Veilig, omdat ik natuurlijk heel mijn leven hier woon. En als ik het vergelijk met andere buurten en andere omgevingen, dan zou ik dan toch eerder voor Tilburg-Noord gaan, puur omdat ik hier ben opgegroeid. De straten ken, de winkels ken. Ik ben een beetje met Tilburg-Noord groot geworden, om het zo maar even te zeggen. En dat is dan toch een stukje vertrouwdheid en zekerheid van binnen. Dat je dan toch je toch het prettigst voelt in Tilburg-Noord, voor mij persoonlijk. Nou, toen ik hier dus kwam wonen, dacht ik van, wat is het hier somber, zeg maar. Het was gelukkig wel zomer, dus dan schijnt de zon en dat voelt alles wat fijner aan. Ik heb hier 2 weken geschilderd om het een beetje mooi te krijgen, zeg maar. En ik merkte al heel snel dat de bovenbuurvrouw die kwam eens kijken van, wie komt hier wonen? Heel vriendelijk. En eigenlijk alle mensen hier in de flat waren gewoon vriendelijk. En nou, mijn vrouw zegt ook wel eens van, dan zegt ze, dat ruikt lekker. En dan zeggen ze gelijk van, wil je wat hebben? Ze zijn hier gewoon heel vriendelijk, zeg maar. En ik had heel snel dat gevoel al niet meer van, waar ben ik terechtgekomen of zo. Het was gelijk gewoon wel goed. Dat heeft echt niet lang geduurd. Het is hier niet duister. Het is hier overal verlicht 's avonds. Het is helemaal niet een duistere buurt of zo. En dat was wel fijn gelijk dat je zo opgenomen wordt in de buurt gewoon. Daar heb ik eerder eerlijk gezegd in de race of niet zo gehad. Als je door de wijk rijdt, er is veel groen, er is veel ruimte. De woningen staan niet zo gek dicht op elkaar, dat kan goed. Er zijn met name een aantal scholen die daar heel actief zijn ook. Hè. Niet alleen in schoolopvang, maar ook in het samenbrengen van de ouders. In bijvoorbeeld een ouderkamer ben ik wel eens een aantal keren geweest. Nou, dat is hartstikke mooi om te zien hoe die mensen ook van verschillende culturen tijdens de schooluren ook de zaken aangereikt krijgen, net als computerles en naailessen met elkaar omgaan. Dus ja, ik denk wij zijn niet bewust voor de kinderen. Mijn zoon die was toen al veel groter, maar ik zou me hier best willen vestigen met een gezin en met kinderen om op te groeien, ja. Ja. Uiteindelijk heb ik wel besloten om uiteindelijk wel te gaan verhuizen uit Tilburg-Noord. En dat heeft meer te maken met het feit dat ik het woonaanbod in Tilburg-Noord. Ik sta al best wel lang ingeschreven bij Woninginzicht. En nou met de corona en zo, er is bijna geen aanbod dat je als moeder met kinderen denkt van daar ga ik voor of ik wil hier blijven. Maar uiteindelijk wil ik een eengezinswoning met een tuin. En dat aanbod zie ik niet in Tilburg-Noord gebeuren. En natuurlijk heeft het ook te maken met dat ik nu wel op 42-jarige leeftijd zoiets heb van, kon nu toch wel verder. En verder bedoel ik meer met het stukje van toch wel uit Noord, toch wel. Mm-hmm. Juist weer nieuwe ervaringen, andere omgeving. Dus ja, dat heb ik wel in mijn achterhoofd zitten, ja, om uiteindelijk Noord te verlaten. Als ik een aanbod zou krijgen in Tilburg-Noord voor een eengezinswoning met een tuin, dan zou ik uiteraard in Noord blijven. Want Noord zit toch wel in mijn hart. Het is toch wel mijn baby, om het zo maar even te zeggen. En ik kies Noord wel boven elke andere woonwijk om te wonen. Alleen als ik ga kijken naar de ontwikkeling van mijn kinderen,
Mijn dochter heb ik bijvoorbeeld ook bewust na de basisschool in Noord bewust op een middelbare gezet buiten Noord in het centrum. Ook om zich natuurlijk te ontplooien en te ontwikkelen. Wat ik natuurlijk ook als moeder belangrijk vind. En dat vind ik natuurlijk ook voor mijn zoon. Die zit ook bewust niet op een dagverblijf in Noord. Om toch uit Noord te gaan dat hij toch nog ook wat anders ziet. Maar als ik een woning zou krijgen in Tilburg Noord, dan zou ik daar zeker wel voor tekenen. Toch wel. En ja, je zult nooit op één moment een woning tegelijkertijd in de reservering in Noord eigenlijk krijgen. Maar ja, dan zou ik wel in eerste instantie toch wel voor Noord gaan, ja. Ik heb wel het idee dat de laatste 8 jaar er steeds meer aanbod is voor kinderen om te spelen. Dus er is een speelbos hier gemaakt en inderdaad dat buitenspeelproject. Maar dat is meer gericht op de wat kleinere kinderen, zeg maar, tot zeg maar basisschoolleeftijd. Daarna is er niet zo heel veel te doen. Ze hebben hier een tafeltennistafel, dat wel, maar dat gebruiken ze eigenlijk niet. Ja, nu is het natuurlijk koud, maar in de zomer doen ze er wel wat mee. Maar ja, voor de jongeren van 16, 17 is er niet zo heel veel te doen. Ik denk de belangrijkste impuls, het WAG, het nieuwe centrum, het Wagnerplein, dat heeft een behoorlijk impuls gegeven. En er is door de gemeente ook behoorlijk in geïnvesteerd. Ik moet zeggen, ook in Stokhasselt is, dan heb ik het over Stokhasselt en een gedeelte van de Vlashoflaan. Hè. Dat is dan Prachtwijk, het heeft allerlei termen gehad. Daar heeft de gemeente extra in geïnvesteerd. En ik moet zeggen dat, ja, dat merk je wel als je in die wijk werkt. Kleine dingen bijvoorbeeld, de omgeving. Hè. Er zijn een aantal activiteiten geweest om de voortuintjes en dergelijke. Er was regelmatig een griebus, iedereen die gooide maar alles weg. Nou, er zijn een aantal activiteiten geweest, voornamelijk door vrijwilligers, moet ik zeggen. Waardoor dat een stuk beter eruit gaat zien. Je ziet ook bij alle activiteiten die vanuit het wijkcentrum een hele belangrijke functie hebben, vind ik. Een hele hoop activiteiten waar al die bevolkingsgroepen in samenkomen. Hè. Ik noemde net al de voedselbank, maar je hebt ook de ruilwinkel, je hebt een speelgoedpunt. Je hebt een huiskamer waar bewoners samenkomen om een kopje koffie te drinken en zo. Dat zijn allemaal dingen die in de loop der jaren ontwikkeld zijn. En die de saamhorigheid ook vindt, althans dat is mijn ervaring, hè? De saamhorigheid ook bevorderen in de wijk. Ik vond persoonlijk vroeger dat er wel eens een markt werd gegeven of een braderie met activiteiten voor kinderen. Je zag wel eens flyers en posters hangen dat er weer een buurtfeestje was of een barbecue. Zomers vind ik dat aanbod wel wat meer. En dan valt dat ook gelijk op natuurlijk. En ik ben echt een gezelschapsmens en ik hou van mensen en mijn omgeving en mijn buurt. Dus ik hou daar wel van. Maar door middeljaren heen vind ik wel dat dat een stuk minder is geworden. Als je kijkt naar dingen die er vroeger te doen waren voor kinderen. Evenementen of dingen die georganiseerd werden vanuit de gemeente vind ik wel een stuk minder als vroeger. Vroeger vond ik wel dat er bijvoorbeeld, daar werd er iets georganiseerd op het Veliplein met de podiumpje en dan konden mensen optreden. Andere mensen konden dan een kraampje neerzetten, mensen uit de buurt gingen koken. Gewoon echt dat de gemeente zeg maar een soort van een groot woonkamer creëert op het Veliplein. Dat iedereen komt en iedereen is één. En het is gezellig en je ziet bekende gezichten, je raakt in de praat. Een soort netwerk ook voor mensen om elkaar te leren kennen. Dat heb ik echt al een paar jaar niet meer met Noord. Toen in het begin was er wel wat sprake van. Het Wagnerplein was niet zo ontwikkeld net als nu. Hè. Dat was net in gang gezet. Je had daar de Wagnerpleinbende. Dat had landelijk zelfs een bekendheid. Het imago haalde dat wel van Noord weg. Misschien dat het daar ook voort vloeit, hè, dat het nog steeds daar wat negatief karakter heeft. Je hebt een tijdje problemen gehad op het Verdiplein en dat soort dingen. Ja, die worden dan overbelicht, maar de rest van de zaken in Noord, wat er gebeurt in het kader van
zelfredzaamheid van bewoners en activiteiten en zo, ja, dat wordt veel minder belicht. Dus ik ervaar persoonlijk ja, dat negatieve imago helemaal niet. En ik kan me er nog alles aan storen dat als het over Noord gaat, dat het alleen maar over dat negatieve imago gaat. We hebben het er nou ook alweer over, terwijl ik eigenlijk vind van ja, natuurlijk, er gebeurt wel wat, maar er is overal wel wat. Maar als je ziet hoe bevolkingsgroepen, met name, hè, dan, ik vind het ook het leukste om in de Stokhast te werken, omdat daar die diversiteit zo groot is. Je ziet hoe die bevolkingsgroepen samen met elkaar optrekken. Ik vind dat ja, hartstikke mooi. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de vrijwilligers bij de voedselbank, daar hebben we bewust gekozen, 50-50, allochtoon, autochtoon. Werkt perfect. Ja, en dat vind ik het mooie ook van Noord, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat mensen nog steeds negatief denken over het imago, omdat het heel lang zo is geweest dat het slecht was hier in Tilburg-Noord. Veel hoogbouw, dat vinden mensen ook. Ja, en de gebouwen hier zijn natuurlijk ouder dan die in, bijvoorbeeld in de Reeshof. Maar ze hebben het hier aan de voorkant helemaal gerenoveerd en het ziet er helemaal niet meer zo oud uit hier. Maar mensen blijven het toch denken, omdat ja, ik denk dat het heel lang duurt eer dat hun imago verbetert. Dat denk ik. Ja, ik merk wel, als er over Noord wordt gepraat, dat naar mijn mening eerder negatief is als positief. En negatief bedoel ik in de zin van dat Noord zeg maar ghetto is. Woon je in Noord, Noord-Zuid, weet je wel. Een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ja, net als in Zuid heb je het Vogeltjesbuurt, weet je wel. Er wordt ook zo op de een of andere manier over gesproken. Ja, Noord en de Vogeltjesbuurt, die vallen dan in dezelfde smaak in de zin van negatief. Ja, als mensen vragen waar je woont, dan zeggen ze, in Tilburg-Noord. Ik zeg, ja, het valt allemaal reuze mee. Het is hier vrij rustig. Ik durf hier 's morgens vroeg echt wel alleen met de hond naar buiten. Nog wel eens 's nachts als het nodig is, zeg maar. Ik voel me niet onveilig hier. Ja, het imago is wel slecht, maar het is niet de realiteit. En natuurlijk, er gebeurt best het een en ander en er kan best het een en ander verbeterd worden, maar nee, ik vind het een onrechte. En zeker omdat het iedere keer maar weer benadrukt wordt. En de eerste keer als je met iemand spreekt, je woont in Noord, oh, dat zal wel dit of zal wel dat. Ja, moet ermee ophouden. Is niet de realiteit en doet de wijk geen recht aan. Tilburg-Noord staat nou een beetje bekend als een ja, criminele buurt, zeg maar. En als dat beeld verandert, denk ik dat meer mensen wel hier zouden willen wonen. Want het is hier veel groener dan bijvoorbeeld in de Reeshof. Ik denk om het beeld van mensen te kunnen veranderen is er veel promotie nodig dat het wel goed is hier, zeg maar. Want er wordt niet zoveel naar buiten gebracht over wat wel goed gaat, alleen maar over wat niet goed gaat. En mensen die pakken toch makkelijker negatieve dingen op dan positieve dingen. Dus ik denk ja, gewoon dat het wat beter in beeld moet komen, zeg maar. Ik denk als we op deze weg doorgaan, hè, rekening houden met elkaar, dan ja. Ik zie niet specifiek een bepaalde ontwikkeling die helemaal anders zou moeten zijn als wat er nu is. En ik denk ja, dat de voorzieningen zijn heel behoorlijk, zeker met dat WAC, met het nieuwe winkelcentrum, de beide wijkcentra die er zijn. Ja. Er zijn nogal wat sportmogelijkheden. Ook de Drieburg natuurlijk, maar ook voetbalvelden en dergelijke. Ja. Nou, ik heb er niet zo'n zicht op, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, ik denk toch voor alle groepen mensen zeg maar iets leuks organiseren voor iedere leeftijdscategorie. Niet alleen voor die kleintjes, want er gebeurt nou dus wel meer. Maar ook voor de pubers een hangplek of iets waar ze dus wel samen kunnen zijn als de corona voorbij is natuurlijk. Maar dat denk ik dat wel nodig is. Voor de rest, ja, het is hier al mooi groen.
En daar houden ze ook mooi bij, dus daar is het allemaal wel netjes. Maar echt voor die kinderen van 15 tot 18, zeg maar, die vind ik wel dat die een beetje weggecijferd zijn. Als de gemeente zou investeren in Noord, om iets neer te zetten voor de mensen in Noord. Want ik persoonlijk vind wel met de jaren dat er steeds meer gezinnen zijn komen wonen met kinderen. Dat zie ik ook heel veel in mijn omgeving. Doe daar ook iets mee. Dat de gezinnen een plekje hebben om als gezin ergens naartoe te gaan. Want vaak zie je dat papa en mama hebben die interesses, die gaan dat doen. De tieners gaan maar naar het centrum, die hebben weer die interesses. De kleintjes zijn bij de oppas. Als je bijvoorbeeld iets kan neerzetten dat een totale gezin ergens een hapje kan eten. Je hebt er activiteiten. De oudere kinderen hebben een plekje om daar te doen. De jongere kinderen kunnen daar iets doen. De ouders zitten hier en dat allemaal in één. Dan creëer je toch een beetje meer eenheid, vind ik. En ook het beeld wat ik als kind heb, dat je dan toch op een plekje bent in Noord waar je weer die gezinnen terugziet. En dat je ook een beetje associeert met jouw eigen gezin. Dat je vroeger als kind ook met je gezin daar ergens naartoe ging in Noord. Dat zou ik als Noordzijder wel appreciëren. Nou, mijn naam is Guillaume Broeks. Ik ben geboren en getogen in Tilburg-Noord. Eigenlijk heel mijn leven ben ik in en om Tilburg blijven hangen ook. Nou, laat ik zeggen, ik werk nu voor de gemeente in het team cultuur. En wij zijn natuurlijk met cultuur over de hele stad bezig. Maar de laatste anderhalf jaar of twee jaar moet ik zeggen, ben ik betrokken bij een groot project Forward, waar ook Europese subsidie voor is. Herkenning, ja. Ja goed, na de verschillende verhalen te gehoord te hebben, kom je toch heel veel raakvlakken tegen. Maar onder dat inderdaad Tilburg-Noord een bekende naam heeft gekregen als een wijk die waar veel over te zeggen valt. Voor anderen is het een wijk die twijfels opbrengt, hè, want moet je wel naar Tilburg-Noord gaan? Woon je daar inderdaad? Maar voor mij is het eigenlijk meer het is een ontzettend fijne wijk. Het is een hechte wijk, het is een community wijk, hè? Mens kent mens daar. En er is heel veel samenhang in de verschillende doelgroepen daar. Nou, ik vond het eigenlijk wel een heel sprekend verhaal van drie mensen, maar er zat een overlap in wat ze ervaren in de wijk. En daarnaast ook wat eigen kleur, maar ik vond het eigenlijk wel een mooi verhaal. Op een bepaalde manier ook herkenbaar eigenlijk. Vroeger was er ontzettend veel voor de wijk te doen. Tegenwoordig is dat net iets minder, maar dat is ook omdat de interesses van de jongeren zelf anders liggen. Maar toen ik daar opgroeide was er ontzettend veel in de wijk te doen. Wij konden naar het veldje gaan en daar stond een groep jongerenwerkers klaar om met de activiteiten meerdagen, één keer in de maand. Daar kon je aan meedoen. Er was een leesbus, er was een spelletjesmiddag. Er werden debatten georganiseerd, hè. Debatteerteams werden gecreëerd. Je kon in de muziekstudio, in de symfonie, kon je ook nog eens jezelf uiten. Hè. Dus ik denk dat dat soort dingen meer tot stand moeten komen. Nou, wij hebben ons natuurlijk ook afgevraagd wat er ontbreekt in Noord. Nou, zijn dat allerlei zaken, dus je moet ook gewoon ergens beginnen. En dan krijg je een soort wisselwerking natuurlijk. Waar liggen de mogelijkheden van de gemeente? En wij werden geattendeerd op deze mogelijkheid dat in het kader van, dat heet dan zo mooi, Urban Innovative Actions, oftewel hoe kun je je stad vernieuwen, dat er middelen waren. En in samenspraak met een bureau wat heel veel zicht heeft op die Europese stromen, zijn we gekomen tot een concept wat, dat laat de praktijk zien, wat ook aansloeg bij Europa. De problematiek die je ziet, hoe je dat wil aanpakken. Hè, de enorme brede samenwerking is echt in Europa ongekend. Daar zitten drie cultuurpartijen in. Een dans, een toneel en een mode design club. Omroep Tilburg is betrokken vanuit T-reporters. Dus jongeren die zelf als journalisten de wijk in mogen en eigen thema's mogen vertellen. Maar Renewed als welzijnsorganisatie. Wonen Breburg die veel vastgoed heeft, de woningenvoorraad in de wijk. Dan zitten er twee ontwikkelaars bij, BPD en Volkers Wessel, die zijn verenigd. Maar ook de politie is betrokken, het ROC is betrokken. Nou, zo hebben we 11 partners, als gemeente zijn we trekker. Er is heel veel communicatie, er is heel veel samenhorigheid, mensen staan voor elkaar klaar. Dus ik denk dat wel
ook nog meer naar buiten mag komen, zeg maar. Nog meer belicht mag worden. En inderdaad, het project kan in zoverre helpen dat wij merken dat ook die jongeren op allerlei manieren trots zijn op de wijk. Gewoon vertellen hoe leuk ze het vinden. Ze zien wel verbeterpunten, maar ze wonen fijn in de wijk. En dat herken ik eigenlijk ook in die verhalen van die bewoners. In het Engels hebben ze een gezegde, hè? Raise a village to build one person. En ik denk dat dat in Noord wel echt tot stand komt. Mensen staan echt voor elkaar klaar. Er gebeurt ontzettend veel. Er is in het verleden heel veel gebeurd. Momenteel is dat niet meer van toepassing, omdat het gewoon een beetje stilstaat door corona. Maar ik denk dat dat weer een oplaai nodig heeft, inderdaad. Ik zou op dit moment gewoon op het Verlieplein gaan kijken bij dat winkeltje, of zeg maar die ontmoetingsplek die Forward daar nu heeft. Daar kom je gewoon verschillende groepen tegen. Tegelijkertijd zou ik ze gewoon in contact willen brengen met bijvoorbeeld de Noordvoerders. Gewoon een club jongeren die er nu zelf de schouders onder zet. Of de Scene, dat is ook zo'n groep, maar dan vooral meiden. Ik zou ze mee kunnen nemen naar Renewed, die daar op zijn eigen manier mee bezig is. Ja, je kunt ook gewoon rondwandelen, dan zie je de verandering, die voel je al her en der. Breaking the walls ben ik ook ontzettend voor. Hè. Breek die muur door met het idee dat het een slecht imago heeft. Want het is totaal niet meer, dat is al lang niet meer. En met die doorbreking denk ik dat er weer nieuwe mogelijkheden tot stand komen. Hè. Een nieuwe bloei aanwezig is die al lang gaande is.